Ja, Anna, als je een keer een faalijk advies wil, stuur mij een DM'tje. Ja, en dames, als jullie van mij een faalijk advies wilden, dat was echt 2 jaar terug, had al die dames een choker om. Ja, dat was een soort van bandje. Choker heet dat, toch? Heer een choker? Ja, ik kreeg bevestiging achter de camera. En ik dacht altijd, dat is een soort van hondenband, maar dat was het niet. Dat was gewoon een soort van versiezel strak om de hals. Doe dat weer. Dat is echt enorm sexy. Ja, ik zal er jou inkopen. En dan... Nee, niet voor jou. Wat zeg je? Met mijn maat wordt het een beetje lastig om iets over mijn nek heen te draperen. Nee, gewoon een esje en dan rood. Kleurt mooi mee. Nee. Maar wat is het? Een choker is, is een soort van armband, maar dan om je hals. Ja, dat was in. Dat is echt toch goed. Wat heeft dat met een vaderlijk advies te maken? Jij geeft heel stom vaderlijk Hallo, advies. Hallo, ik ben vader. Je bent net op het graf van je eigen kind lopen dansen, idioot. Mijn kind is gestorven. Gecondoleerd, ja. Ja, dankjewel. En toen zij in dat kistje lag, heb ik gehoord op mijn verzoek, is haar nog een jongetje. Dat kan echt niet. Een chic varken, joh. Ben jij, het is altijd mooi om dat mee te laten kleuren, zo'n choker aan de haarkleur. Maar ik had vernomen, ze is overleden aan leukemie. Dus gewoon huidkleurig jokertje. Oh, dat kan echt niet. Oh, ik hoop dat je doodschaamt. Ik heb geen kind.